Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Ja, Zander 0-0 thuis tegen Jong Sparta. Hoe heb jij de wedstrijd beleefd? Ik denk drie gedeeltes. Voorrust, wij sterker, een paar kansen. Waar er geen eentje van op goal ging eigenlijk. Eigenlijk moet er minimaal één van op goal. Eerste 20, 25 minuten na rust tot zeg maar, de drinkpauze was echt heel slecht van onze kant. Niet als team gevoetbald. Een aantal die een eigen wedstrijd speelden. Wie ja, gewoon voor hunzelf voetbalden. Daarna hebben we het even hier bij elkaar opgepakt. In de laatste 20, 25 minuten ga je er nog alles aan doen om een goal te maken. Voetbal je ook weer als team. En dan zie je dat je gewoon eigenlijk veel beter bent, maar geen goal maakt. En de hele eerste helft geef je eigenlijk niks weg. De tweede helft kreeg je iets meer te doen. Ik denk dat jij toch de eerste helft, met name de eerste helft, behoorlijk gefrustreerd in de goal hebt moeten staan. Dat die ballen er neer gingen. Ja, op een gegeven moment komen de mogelijkheden. Dat je echt denkt van, oh, maak hem nou. En dan zie je, je staat er eigenlijk heel ver vanaf. Je kunt er niks aan doen. En dat gebeurt eigenlijk de laatste 10 minuten gebeurt dat weer. Waarvan ik vooral het gevoel had bij de kans van Mark. Van ja, die moet erin. Hij had volgens mij heel veel ruimte nog om hem eroverheen te lepelen. Maar ja, dat is voetbal. En je mist zo kansen. En is dat misschien het probleem van de afgelopen 3 wedstrijden? Je hebt nog geen wedstrijd gewonnen. Is het probleem dan misschien scoren? Nou, tegen GVVV hebben we geen kans gehad. We hebben er eigenlijk de hele wedstrijd niks van gebakken. Tegen Spakenburg en nu tegen Jong Sparta is dat wel het probleem geweest. Ja, dat je wel de kansen krijgt, maar heel matig in de afwerking bent tot nu toe. En dan moet je volgende week uit naar Katwijk. Hoe gaan jullie daar nu naartoe? Met hoeveel vertrouwen? Nou ja, dat is op zich weer een aparte wedstrijd. Wij hebben daar, over het algemeen spelen wij daar wel goede wedstrijden. Dus het is niet zo dat wij nu denken van, oh god, we hebben een paar kansen gemist. Van nu wordt het daar niks. Nee, het is gewoon een wedstrijd die we ook kunnen winnen. En kom je net uit de kleedkamer. Hoe is dan de sfeer daarbinnen? Ja, teleurgesteld. Wat ik net al zei, in de eerste zelf bij eigenlijk veel beter. Nou ja, dan laat je even het als team afweten en uiteindelijk ben je weer veel beter in het laatste gedeelte. Maar ja, mis je veel kansen en dan is het gewoon een teleurstellend resultaat. En ja, ergens mag je dan ook nog blij zijn dat hun ook nog een stuk of 3 grote kansen onbenut laten. Want voor hetzelfde geld verlies je met 0-1. Ja, het viel mij op dat er voornamelijk de tweede helft veel ruimte ontstond op het veld. Het gat tussen de verdediging en de aanval werd op een gegeven moment wel heel erg groot. Ja, dat heeft denk ik ook een beetje een conditioneel verhaal. Maar wat ik al zei, dat heeft vooral de eerste 20 minuten na rust nog niks met conditie te maken. Dan was het gewoon puur dat een aantal jongens hun taken niet deden. En dan kom je als team zijn over het hele veld in de problemen. Als er een aantal niet voldoende doen, dan komen anderen ook te laat. En in hoeverre kan het weer daar nog een rol in hebben? Ja, dat kan natuurlijk ook meespelen. Het is wel zwaar. En misschien is het op dat moment ook wel zo dat een aantal jongens denken van ik wil nog wat energie sparen. Kijk, ik heb misschien makkelijk praten. Ik sta in de goal. Ik hoef niet zo heel veel te lopen. Maar ja, dan kun je beter gewoon volle bak geven. En dan er maar uit een kwartiertje voor tijd. Want ja, zo mag je blij zijn dat die drinkpauze er komt. Want anders had ik het nog moeten zien of we het nog om konden draaien. Volgende week maar 3 punten pakken. Lijkt me verstandig. HHCTV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.